Ben je homo? Ik zie je knikken. Nee, maar dat klopt. Ik bedoel, daar kom ik gewoon voor uit. Ja, ik heb het er soms wel moeilijk mee. Maar ach, dat is het leven. Bij Ajax werd ik ook wel eens homo genoemd. Maar toen viel ik nog op die blonde. Dat zij dan vervolgens een zwangerschap faked, is voor mij het teken om definitief te stoppen met vrouwen. Maar dat is logisch. Maar natuurlijk is dat verder allemaal privé. En geen zaak voor jullie. Jullie zijn allemaal straight. Ja, dat geloof ik allemaal wel, Raf. Maar is het niet zo dat jij weg wil uit Yoda City? Het is natuurlijk belachelijk om mij de schuld van alles te geven. Nou, Hugo, dat vind ik niet. Hoe durf je? Zeg, we gaan toch niet ineens de rol omdraaien, bokkelul. Dit heb ik toch niet verdiend? Oppijpen. Nee, zo gaan we hier toch niet met elkaar om. En volgens mij blonde steel je alle koekjes in de hamburg. Ja, ja. Als normale speler van Schalke heb ik ook wat te zeggen. Is er weer de kwijt jullie een goddomme niet de baas zijn. Ik ben niet de enige die hier recht van spreken heeft. Zo, hé. Juri, kun je mij vertellen waar je dit allemaal op baseert? Kom op, man. Je hebt niks gepresteerd in die dolle carrière van je. Laten we daar allemaal eerlijk over zijn. Ik heb net zoiets van, hé Juri, echt een coole kikker. Maar nu zeg ik, ho even man, nu ga je te ver. Als voetballer van Hamburger Sportverein raakt mij dit heel diep. Sorry jongens, dit wordt me te emotioneel. Oké, Raf, we gaan je niet oordelen op je hart, hè. Dat kan gewoon niet. Maar wel wil ik zeggen dat je flink verneukt hebt. Je had zo'n lekkere chick. Daar heb ik toch gelijk in. Ja, oké, maar dat... Niks, jong. Je had die meid flink kunnen palen. Ik weet nog toen ik jong was. Ik mocht van mijn ouders geen seks voor het huwelijk. Maar ja, ik was stout. Daar waren nog eens tijden. Ik weet nog waar ik toen mijn eerste condoom kocht. Aan de overkant van mijn school. Ja. Tja, dat ze daar die dingen verkopen. Ik hoefde ze nooit te kopen. Dat deed die blonde. Die had toen ook al geld, hoor. Och, in shoppen dat ze deed... Ze was niet uit Yoda City's winkelstraat te krijgen. Is toch godverdomme niet te normaal voor woorden? Ja, lach er maar om, Tiet. Ja, wacht maar. En dat vond jij zeker wel leuk? Tuurlijk niet. Ik zei toch godverdomme dat ik het niet normaal vind? Vieze rukker dat je bent. En jij rukt nooit? Nee, nooit gedaan. Ik ben niet zo'n boerenlul, man. Jezus. Weet je wat het is? Ik begrijp het wel dat jullie mensen als Hugo, Juri en Douwe niks anders te doen hebben, dus... Dat was een erg duidelijke uitleg, Raf. Maar niet heus. Ik denk dat ik gewoon mee stop, hoor. Bekijk het lekker. Godverdomme niet normaal. Nog een fijne avond. Later.